Nog niet zo lang geleden kreeg ik een mailtje van Peter. Hij stuurde het volgende. Ha, Fred. Het is alweer een tijdje geleden dat we contact gehad hebben. Heb nog wel diverse keren op Facebook foto's van mijn projecten. En tussen haakjes jouw tekeningen voorbij zien komen. Leuk natuurlijk. Om te zien. Echter, nu heb ik weer een verzoek aan jou. Ik krijg binnenkort een nieuw huis opgeleverd en daarbij komen nieuwe klussen. Helemaal leuk natuurlijk, maar eentje zie ik wel een beetje tegenop. Mijn zoontje wil namelijk een bedstee in zijn kamer. En je snapt het al. Het idee en hoe het eruit moet gaan zien is natuurlijk verzonnen. Nu moet het nog wel gebouwd worden. Het is een ruimte van 3 meter breed en een knieschot van 54 centimeter. De hoek van het dak is 48 graden. In de bedstee is het idee om een lattenbodem van 2 meter bij 90 centimeter te leggen. Daarnaast willen we graag een lade eronder waar ook een matras in kan voor eventuele logees. Aan de linkerkant willen we graag een kast maken. De opening van de bedstede, er hoeven geen deuren voor, maar bij de kast wel. In de bedstee moet iets van een plank komen waar een lamp of een wekker op gezet kan worden. Daarnaast willen we de binnenkant van MDF maken en de buitenkant van steigerhout. In de vloer mag niet geboord worden. De muren worden gestukt en een schuine deel hoef je ook niet aan te doen, want het wordt afgewerkt. Zie je kans om mij te helpen met een tekening hiervan? Na voltooiing zal ik natuurlijk weer een aantal tekeningen sturen. Ik hoor graag van je terug. Groet, Peter. Oké, ja, dit is dus het resultaat geworden. Dus de vraag van Peter is hiermee beantwoord. Inmiddels heb ik het opgestuurd. We hebben daarna nog wat mailcontact gehad. Hij wil een x-aantal borden. Dat heb ik ook gedaan. Hier heb je de plank waar de wekker op kan. En hier heb je het bed wat eruit kan schuiven. Dus als een lade, je schuift het eronder voor de eventuele logees. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie dit resultaat vinden. Als je het mooi vindt, laat dan eventjes een duimpje omhoog achter. En abonneer je ook eventjes op ons kanaal.